Avondjes! What's up? Welkom terug bij Avondjes, leuk dat we kijken. Ik ben Marijn en dit is... Ik ben Frank. Marijn heeft net iets heel stouts gedaan. Hij heeft al dat ding in de onderkant. De onderste! Nou moeten we waarschijnlijk gewoon sutteren doen en dan gaat er iets super wets gebeuren. Ja, enjoy! Daar kunnen we niet voor in springen. Ik heb eens een beetje erg groot. Oh. En we moeten het even laten zien! Laat het zien! Oh ja, wacht. Laat het zien. Daar gaan we naar Kerstmis bij zo! We hebben onze lievelingsbier en dat is Gouden Kronis. Kerstmisbier. Yeah! Oh, deze gaat afklappen, joh. Ik ben bang. Dat was echt de anticlimax of zo. Maar... Anyways, let's continue! We hebben een sleutel. Sleutel? En de sleutel wil hier niet in. Ja, what the fuck. Dus, met andere woorden, hoe moeten we nu verder? Misschien moeten we die stop... Ja, nee, we zijn met de lift geweest. We kunnen misschien iets anders vinden waar de sleutel in kan. De sleutel tot... Heel logisch is een dingetje, maar... Misschien moet je naar beneden springen. Dus, waarschijnlijk niet. Eens maar... kijken wat hier boven dan bijvoorbeeld is. Dit is dus wel echt te ver om te springen, lijkt me. Ja. 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 Oké, okay. Je bent dood. En dan beginnen we weer opnieuw. Maar die sleutel moeten we dus echt niet in. Nee. Er waren kastjes waar wij de sleutel in konden doen en dan draaien. En dan ging die open en dan kregen wij dingen uit. En dan moeten we even kijken waar we nog meer sleutels in kunnen doen. Het ziet er dicht uit. Daar kwamen we vanaf. Hallo, will you take my key? Was hier links trouwens? Kwam je hier? Dat is de big dude. Als we hier naar rechts gaan, hè? Wat is dat? Dat was een onmogelijke cliff, ja. Yeah. Oh ja. Is dat pas niet het begin? Weet ik niet. Volgens mij is dat begin. Nee, oké. Okay. Maar dit. Die dude gaat trouwens echt nog een keer iets doen ofzo. Dat moet wel. Die doet ze misschien ook. Dikke fuckboy shit. Dude, help eens. We pray to you. Allah Gwaran. Twee wijzen naar links, twee wijzen naar rechts. Misschien moeten we gewoon door het midden. Waren we hier al geweest? Ja. We zijn overal al geweest. Alleen we moeten nog één ding vinden. De key. Hey, daar kunnen we dus niet terug in, want daar hebben we alles al gevonden. Er is hier nog iets. Hey, daar geeft licht. Hey! Wow, hij is sterk! Wow, nice! Hij is sterk! Hij is fucking sterk, maar waar moet dat ding naartoe? Helemaal naar achter. En dan kun je er overeens mee. Zie je dat, hey, dat ding? Daar kan wel op. Dus als je die helemaal meeneemt, wordt je mijn power. Gaat dat? Oh nee, ik moet dan rechterwijs gaan doen. Ik was op de linkerwijs gaan doen. Ik wil erop staan. Jij bent een lift. Oh. Do you want a lift, bro? Doe je wel even een lift, bro? Holy shit. Oké. Okay. What the fuck, sterk. La 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 la. Ja, ik doe altijd een steen van 500 kilo met een sleutel in mijn hand en met één hand gewoon. Ja, ik eet zo'n steen even voor het ontbijt. Hey, nog een, yeah. Hallo. Dit spel begint verrassingen met zich mee te nemen, moet ik zeggen. Inderdaad. Het is toch wel leuk hoe ze het interpreteren. I can taste it. Cheers, buddy. Goh, wat is dat? Hij ruikt en smaakt naar dennenhalen. Hij ruikt naar kerst. Echt, hè? Hey. Ik weet niet wat het is, maar er zit echt zo'n heel zoet smaakje en ook zo'n zoete geur aan. Ik vind hem lekker. Hij past helemaal in het sfeertje kerst. Gouden Kronis, je hebt er goed je best gedaan. Ik vind hem minder lekker dan het origineel, maar hij kreeg een 8,5. 8,5. Voor een kerstbier vind ik wel heel toepasselijk. Hij krijgt van mij een 8,6 om jou af te troeven. Ja, nee. Yeah. Dan verander ik mijn punt naar een 8,59. Oh. Om bijna net zo goed te zijn. Oké. Hey, we moeten het kunnen halen. Hij doet dat ook allemaal terwijl met één hand, hè, want met de andere hand heeft hij een sleutel. Ja. Of hij heeft gewoon in zijn zak gestopt, zo. Let's do this! Parcours, heeft gefaald. Maar niet uit.
Second try. Oh, hij springt ook gewoon niet meteen als je blijft drukken. Niet? Nee. Dat is misschien de reden tot faal. Hoe de fuck wil ik dan ooit competitief met dat die shit? Oké, maar niet. Ik moet zeggen dat deze redelijk lijp is dat hij gewoon zo gaat springen. Zo. Dit is de plek waar dit kan komen. Nice. En dat is iets. Waarom is het daar zo donker? Daar op de achtergrond. Don't kill us, please. Oké, terug. En snel. Daar is nog iets. Ik wil eens alles oppakken hier. Er staat een dude. The sculptures in this place represent real people. Acquaintances of the sculptor, perhaps. What catches my attention is how his mind has warped their proportions and musculature in the interest of achieving the aesthetic ideal that he considers perfection. I understand that he wanted to imprint his style in his work, but that's not the case here. He feels like he could change the work of nature, improving it. Ik snap er helemaal geen poep van. Hoi, de man hier. Hallo. Hey man, high five. Oké, misschien niet. Blijf maar goed hangen. Ik wil je wel over high five. Yeah. Zou dit een afgrond zijn? We kunnen er niet eens naartoe. Ah. Zou te leuk zijn geweest. Ja. Yeah. Kunnen we een no-clip niet aanzetten? No-clip. The cheats are good for you. Hij is echt op cool, hè? Ja. Meer als Edge to Bone. Wat was dat? Dat was het geluid. Hij loopt er echt sneaky volgens mij. Hij rent zo sneaky achter. Dat. Hey, dit is niet de weird plek. Nee? Nee, je moet aan de andere kant zijn. Hoe kwamen we dan? Links. Dit is echt een doodhof. Dit is de plek waar dudes jou dood gaan maken. Dat sowieso. En nou links? Links, ja. Links. Ja. Links. Alright. Alright. En hier is dus fucking weg. En dan kunnen we zo meteen. Zouden we iets hebben? Yeah! Yes, we did it! We did it! We sprongen over een steen en vielen ervan af. En nog een keer en nog een keer. Yeah. Wow. Oh yeah, het zijn ook echt de vormpjes van die apparaten. Hey, ja. Yeah. Het zijn kleine dingen, hè? De kleine dingetjes. Okay. Oh, lijpe meneer. Je kunt een stuk trap lopen. Hey, nou zijn we echt aan de andere kant van dat ding. Oké, nice. Hey! Hier hebben we de sleutel voor. Dat klopt, ja, sleutel. Sleutel. Yeah. Stop. Maar het ziet eruit alsof deze al aanstaat. Huh? Nee, je moet dat ding openmaken met sleutel. Dat is sleutel. Oh! Yeah! Ik ga jou de eer geven. Jij mag deze open gaan maken in de volgende aflevering. Yeah! En, ik ben benieuwd wat er in dit kastje zit. Wat zit er achter de nummer 1? In ieder geval bedankt voor het kijken. Doe duimpje omhoog, comment, subscribe en alles. En we zien jullie de volgende keer bij FMG. Thank you. En bye bye.